Goedemorgen dames en heren, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is een hele speciale fucking dag. Vandaag is de dag waar ik 6 jaar op heb gewacht. Vandaag is de dag waarvoor ik 6 jaar heb afgezien. Vandaag is de dag waarvoor ik 6 jaar heb rondgelopen met dit ding. Mijn beugel mag eruit, mijn halve tand gaat weg. Ik kreeg een draad achter mijn tanden of zo, gewoon basic beugel shit. Wat coolste vandaag is, rip halftand. Want ik word geopereerd, om het de operatie te noemen is een groot woord. Er wordt een stukje aan mijn tand gezet, waardoor ik een volledige bit ga hebben. Waardoor het gebrek uit mijn mond is. Waardoor ik eindelijk een volledige tand heb. Dus let's go. Ja, wacht, ik word gebeld. Ja, dat was dus mijn papa. Hij komt eraan. Hij moest hier om 9:15 zijn. Hij is ook niet zo stipt. Sick. Dus het is tijd om te gaan. Laatste keer ik heb een kamer staan met een halve tand. Let's go. Niet alleen de laatste keer dat ik nu vlog met een beugel in mijn mond, met een fiets in mijn mond, weet ik veel wat het is. Het is ook de allereerste keer ik in een auto vlog. Dan met deze man. We gaan nu naar de orthodont, daarna moet ik naar de tandarts en daarna moet ik weer naar de orthodont. Toen was het een dagje vol met tanddingen. Dus ja, oké. Het is heel leuk om mee te delen, de rekening voor die shit allemaal samen was 666 euro. Dus Illuminati confirm, Satan is wit is. Dat is geen goed ding. Let's go. Orthodont, kerk. Wat moeten ze doen? Eempjes. Ja. Oké, dus ik ben er nu hier bij de orthodont en ik ben een beetje hype. Ik wil zelf ook wel zien hoe ik eruit zie zonder beugel. Dus zometeen gaan jullie zien hoe mijn mond eruit ziet zonder beugel. Nog niet maar volledige tand, wel zonder beugel. Let's go. Is dat sfeerkerstboom. Kijk die muur. Bescherm je ogen. Ik word echt gek van die muur. Holy shit. Fuck. What the fuck is dit? En voordat ik het wist, lag ik daar ineens op een stoel waar ze mijn beugel eraf aan doen. En ik kan jullie zeggen, het voelt heel erg raar als ze na zoveel jaar die beugel eindelijk van je mond nemen. Ah, wow. Achteraf hebben ze mijn tanden nog gepolijst of zo en nog eens gewassen en allemaal shit like that. En ja, hierna was het gewoon tijd om naar de fucking tandarts te gaan. Holy shit. Wow. Het is fucked. Het voelt echt onnatuurlijk. Maar dat is gewoon, ja, de eerste keer dat je beugel hebt voelt ook fucked. En nu voelt het echt, echt fucked. Eerste keer in 4 jaar dat ik met mijn lippen mijn tanden voel. Ik kan het gevoel niet beschrijven. What the fuck? Maar nu ga ik dus naar de tandarts. En hij gaat mijn tanden gelijk maken. Dat ik een echt gebit heb. Dames en heren. Let's go! De eerste keer dat ik iets kan eten zonder dat het voor de hele dag tussen mijn beugel zit. Zonder dat ik voor de rest van de dag een reserve heb zitten tussen die beugel. Dus, jullie zijn erbij. De allereerste hap. Let's go! What the fuck? Let's go! Nu zitten we bij de tandarts en de wachtzaal bij de tandarts is ook gewoon weer ja, lekker wachtzalerig. Ik ben pretty hyped. Wachtwoord van de wifi is ook wachtzaal. Funny jokes. En nu krijg ik dus een halve tand erbij. Of ja, laten we gewoon zeggen, nu krijg ik een volledig gebit. Zoals jullie kunnen zien, ik heb ja hier gewoon, ja. Ja, jullie snappen wat ik bedoel. Ik heb 8 jaar met een halve tand geleefd. Een half jaar met een gebit waarvan ik denk, what the fuck? En vandaag is de dag, ja, dat dat niet meer zo is. Dus dames en heren, in de volgende shot heb ik een volledige tand. Let's go. Hype, oké, let's go. Toen lag ik bij de tandarts en ik kan jullie zeggen dat ik daar 2,5 uur heb gelegen. Die meneer heeft 2 uur in mijn mond gewerkt, wat heel raar voelde. Maar ik wist dat het heel nice zou zijn. En het heeft een beetje pijn gedaan, het voelde heel onnatuurlijk. Ze hebben eigenlijk gewoon mijn tand gedupliceerd. En in plaats van 1 tand hebben ze 3 tanden langer gemaakt. En ja, het was fucking raar, maar het is wel fucking raar. Gadverdamme, wat een kutgebit. Snap dat je het beugel hebt, maar denk niet dat dat te fixen. Hel is er mis met jou, gevisser met je gebit. Op je bek geslagen door Zoom. Ook al 50 jaar en heb godverdomme nog een beter gebit dan jij. Dames en heren, na 5-6 jaar van de beugel dragen, van eruit zien als Magneto, is het eindelijk gedaan. Ik heb tanden. Ik heb een normaal gebit. Ik heb normale tanden. Voor mijn tanden, het was net een begraafplaats. Ze stonden scheef. Ze waren
krom en zwart kort. En nu heb ik eindelijk een normaal gebit. Ik heb er zelf eigenlijk ook niet echt woorden voor. Sick. Echt. Sick. Weet je hoe glad die tanden zijn? Weet je hoe... Holy shit! Ik heb dat 6 jaar niet kunnen doen. Ik heb 6 jaar niet met mijn tong over mijn tanden kunnen gaan. En nu... Wow. Het is... Gek. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker niet jouw tweetje eruit te gooien op Twitter. Met de hashtag riphalftand. Ik ben IJsit. Morgen gooi weer een normale video. Ja. Oké, ja, morgen is het kerstmis. Adios, bitch. Hello.